moest gewoon even chill gaan sporten. In de D-Square sportschool. Toen opeens hoorde ik dat ik naar Neil Barrett moest. De show lopen. Toen is net de show gelopen en nu ben ik in de sportschool. Ik ga zo de sauna in en zwemmen. En dan klaarmaken voor de show. De D-Square show is vanavond om 8 uur en dan de afterparty. It's gonna be fun. Wow, ik ben echt al heel lang niet meer in mijn eentje geweest. Ik ben nu in mijn eentje thuis. Het is zo chill. We hebben dus een Airbnb, een soort iets van een vriend van Pietro, een vriend van mij. Dus ik ben eigenlijk met vrienden van Pietro en die ken ik allemaal, maar alleen mijn jongens dus. Maar ik ben altijd one of the guys. What's amazing. We zijn naar een feestje geweest en zijn teruggekomen. We gingen nog naar een ander feestje en ik zei, jongens, ik ga slapen. Ik heb morgen de D-Squared show, vandaag de Neil Barrett show en Neil Barrett afterparty en net nog een D-Squared fitting. Nu ben ik nog in dubio waar ik zal gaan slapen. Of in mijn eigen bed. Hier. Of gezellig in Pietro's bed. Oh shit. Holy shit. Pietro is echt een one big mess. Ik ga even met een vriend casual lunchen. Bulgari Hotel. Holy shit. Heel achter mij. Ik moet altijd even een foto maken als ik hier langs loop. Toen ik voor het eerst in Parijs was, heb ik daar geslapen. Mijn moeder heeft er ook een keer geslapen toen ze bij mij langs kwam toen ik in Parijs woonde. Voor een half jaar. Ik was langs met haar toenmalige vriend. En die gast, nou ja, ik vond het toen al helemaal niks. En, nou ja, het was niet een heel groot succes. Maar elke keer langs zat ik denk ik weer even aan. Een stukje foto van mijn moeder. Om haar een reminder te geven. Oké, ik was dus in Parijs vandaag en vanmiddag liep ik op straat. Toen heb ik per ongeluk een zwerver zijn geldbakje omgegooid. Of nou ja, hij had het echt midden op straat liggen en ik zag het niet. En toen ging het geld all over the street. Maar er zat echt maar heel weinig in, echt misschien 10 cent of zo, echt allemaal 1 centjes. Toen dacht ik, ja, ik kan het helpen om op te rapen. Maar toen dacht ik, nee, weet je wat, ik geef hem gewoon mijn nieuwe geld. Toen dacht ik, ja, shit. Volgens mij heb ik hem met 20 euro. Toen heb ik hem dus 20 euro gegeven. Dus in plaats van dat hij 7 cent of 10 cent had, had hij 20 euro. Dus ik moet eigenlijk best wel blij zijn dat ik zijn geldbakje omgegooid heb. Het is 7 uur 's ochtends. Ik loop naar het Centraal Station toe. Want ik ga even 1 dagje op en neer. Naar Paris. Ik heb een fitting voor Chanel, voor de couture show. Die is dinsdag. En de eerste hebben wij couture show altijd 2 fittings. Omdat het allemaal goed gepast moet worden en alles. Dus nu is de eerste fitting, dan krijg je een soort van stukje stof over je heen. Dan is het nog niet echt een jurk en dan gaat het helemaal op je lichaam fitten. En dan de tweede fitting is zondag of maandag. Ik kon in Parijs blijven, maar ik dacht, weet je wat. Ik ga gewoon vandaag even abonneren met Elise. Bij deze. Glamour. Was hem weer. Tot ziens. Tot de volgende keer.